vaak genoemd zijn naam hier. Zullen we eens even checken wie het is? Ja, maar we gaan nog niet prijsgeven wie het is natuurlijk, hè? We gaan dit helemaal opbouwen. Hallo, wie is daar? Ja, goedenavond. Papa? Met Sinterklaas. Ik dacht eerst Robert en Brink. Oh god, krijgen we dat weer natuurlijk. Nou, all you need is love, dat is bij mij een ver te zoeken. Nou. Hij belt nog een keer aan. Nou, je hebt toch wel een vorm van liefde nu in je leven, hè? Ja, zeker, ja. Ja, maar nou, vandaag zijn er ook weer een paar mensen afgevallen, denk ik. Ja. Ja. Ik kan wel stellen, ja. Loopt ook in de papieren zo? Ja, joh, nou, ik heb genoeg. Als ik het aansteek vanavond, brandt het volgende week nog. Wie denk jij dat er voor de deur staat? Is het Gordon? Is hij terug? Ja! Het duurt lang, hè? Hey! Kim, gefeliciteerd. Je mag ook even hallo zeggen tegen Gordon als je wil. Hallo, Gordon. Wacht even zo. Oh, ja. Heb je ook een puppy? Ja, ik heb ook een puppy. Oh, nou, wat voor een? Mechelse herder. Sorry? Een Mechelse herder. Een Mechelse herder, oh, oké. Okay. Ja, die schijnen heel goed te kunnen blaffen. Ja, dat kan niet zeker. Ja, ja. Ja, nou, ik heb sinds gisteren een pot pindakaas naast mijn bed staan. Moet je eens proberen, Kim. Nee, maar hoe leuk is zo'n Mechelse herder? Want dat zijn ook schatten van beesten ook. Ja, klopt. Maar ik werk zelf in de beveiliging, dus ik ga die hond opleiden voor speurwerk. Oh, wat leuk. Ja, ik wil Toto, wil ik zeg maar drugshond maken. Ja, dan heeft hij de ultieme neus heeft hij de hond. Nee hoor. Maar één ding, zijn neus gaat er zijn open hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Er is niks mis mee. Er is niks mis mee. Het is net zijn baas. Ja, precies. Die raakt ook alles. Zet geen schot in. Wat heeft ze eigenlijk gewonnen, Kim? Nou, dat ga ik jou vertellen, Kim. Ja. Zit je al staan? Oud geworden, ja, trouwens, Niek. Wat zeg je? Oud geworden. Oud geworden. Ja, je tekent heel erg in je gezicht. Ja, dat klopt. Lijkt wel een landkaart van Texel. Maar goed, nou ja, kijk. Ik ben al 15 jaar geleden gestopt met drinken, ja, kun je nagaan. Ik heb gewoon, heeft vrouwtje de bot op je gezicht gezeten? Ja, meerdere malen, ja. Nou, wat heeft ze gewonnen, het kind? Heeft hij wel popcorn? Dan ga ik er even zo bij. Weet je wat ik wel eens denk bij jou? Mm. Dat ik denk soms, ja, het lijkt soms wel of jij een magneet bent. Ongelooflijk. Nee, voor soms dingen die waar sommige mensen zeg maar 100 jaar over doen. Ja, dat gebeurt bij jou in een jaar. Nou, een heel seizoen Kardashians is zeg maar... Een week bij jou. Is gewoon een week bij mij. De Kardashian noem ik mezelf ook. Het is echt verschrikkelijk. Ja, dat lijkt zo. En ik denk ook wel eens, kan het nou nooit eens normaal in mijn leven? En dan hoor je heel veel mensen zeggen, ja, maar je roept het over jezelf af. Ja, dan denk ik, ja, maar hoe dan? Ja. Is er niet één ding waarvan jij zegt, nou... Ik ben misschien wel eens hier en daar wel eens. Misschien had beter niet kunnen doen, dan was het ook niet gebeurd. Ja, ja, maar dat heeft iedereen wel eens in zijn leven. Maar ik heb nergens spijt van. Nee, precies, dat is wat anders. Nee, maar het is gewoon heel gek. Het lijkt wel alsof het ook weer bij me hoort. Het is een soort golfbeweging, weet je wel. En daarom ben ik ook zeg maar gaan afkicken. Omdat ik zag, dat werd steeds erger. Ja. De pieken werden hoger en de dalen werden veel dieper. En op een gegeven moment zo diep dat je denkt van oké, ik maak er een einde aan. Nou, dat mag nooit gebeuren natuurlijk. Nee. En kan je dan toch je rust pakken? Kan je rustig naar bed vanavond als je nu zoveel gezeik hebt met Gerard wat in het nieuws nou, is? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat heeft me echt heel erg geraakt gisteren. Omdat je kan alles van elkaar vinden. En we hebben natuurlijk ook wel eens heel veel andere dingen over elkaar gezegd. Hè? Ik ook, over hem. Maar dat was altijd wel met tong in cheek. Maar dit was echt heel... Dat is eigenlijk hetgene wat jullie programma's zo leuk maakte. Ja, maar dit was echt wel van onder de gordel. Want wat heeft mijn verslaving te maken met die hond, weet je wel? Ja, hij zit weer aan de kook. En dan denk ik, waar baseer je dat op? Ja, mijn vrienden zeggen van, dat is van horen zeggen en noem maar op. Dat zijn aannames. Maar het is ook schadelijk voor iemand, weet je wel. En ik zei vanochtend bij Frank, het is al heel erg moeilijk om clean te blijven. En als je daar al geen respect voor kan hebben, dan is dat best wel heftig van iemand waar je eigenlijk in principe gewoon van houdt. Ja, wij gaan echt heel veel jaren terug. Ja, ja, ja. Vandaar dat jij ook zei dat ik zo oud ben geworden. Dat is minimaal 20 jaar geleden bijna. Dat is 20 jaar geleden. Ja, maar toen waren er nog helemaal niet van dat soort apps, toch? Of via nee, werk? Nee, nee. Maar weet je, heel veel mannen worden mooier als ze ouder worden. Maar ik niet. Nee, maar vertel eens dan, hoe kennen jullie elkaar?
Nou, uit de Noordzee-tijd, maar ook bij 538 volgens mij. Zat je daar ook? Ja, in? Ook wel. 2008. Was jij een soort van hulpje volgens mij? Nee, bij Noordzee was ik het... Het slaafje, ja. Was ik het soort van... Ja, dat was mijn eerste baantje. Ik was toen 19, 20. Ja, dat weet ik en niet. En toen vroegen ze op een gegeven moment aan mij van... Ja, Nick, zou je morgen vroeg Gordon willen schuiven? Als zijn techniek is... dus toen kwam ik bij Gordon in de studio. En dat je maar uitzet daar kafferen toen. Nou, dat is helemaal niet waar. Jawel. Maar, jij was hartstikke knap. Ja, ik was toen... Mag ik even weten, Nick, hoe zie jij dan Gordon om 6 uur binnenkomen bij Noordzee? Nou, dat was iedere dag een verrassing. Maar meestal, hij was er altijd, dat moet ik wel zeggen. Don Diablo belt. Don Diablo belt, ja, bel ik zo. Gordon was er altijd. En redelijk soms doorleeft. Ja, ja wel toch. Jawel, ja. Maar hij zat er wel. Nou ja, ik zat er altijd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit echt mijn werk er laten door beïnvloeden. Ik heb natuurlijk best wel een paar feestjes gehad, ook tijdens mijn werk. Maar ik kwam wel eens soms binnen dat ik katje lam was. Ja, het was gewoon een avondshow voor je eigenlijk. Ja. Gewoon één keer door. Maar het gekke was dat ik dan... hoe ik het voor elkaar kreeg, kreeg ik het voor elkaar. Maar ik nam dan een kop koffie en ik was dan weer helemaal gewoon weer... Ja, dat noemen ze... Hoe oud was je toen in die periode? Ja, dan was je 30 of zo. Ja, precies. Ja. Dat gaat hartstikke. Ja, valt het nuchtere leven eigenlijk? Want ik ben ook gestopt met drinken trouwens. Oh. Al 6 jaar geleden. Jij zou en dan zeggen, ga je er zo uitzien. Dan ga je er dus zo uit. Mark, ik vind dat jij veel te hard lacht voor een vriend die al 15 jaar naast mijn zijde staat. Oh, lul Gordon. Dat kan je echt niet maken, hoor. Dat kan je niet maken, hoor, dit.